Ze gaan de paarden voor de tribune langs. Ze hebben straks nog één volledige ronde te gaan. En daar komt de druk aan de buitenkant van Montoya Transair. Montoya Transair duikt op naast Mozart Boko. Dat zijn de beide favorieten. Ze liggen naast elkaar. Daarachter in het tweede spoor volgt heel makkelijk Moneymaker BR. En daarachter aan de relingzijde Mercury Meadow. Ook aan de relingzijde ligt Agneta Black. Daarnaast in het tweede spoor zelfs ietsje daarvoor Martina Transair. En daarachter op de laatste plaats Idefix Duhamel. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Komt de tweede aanval aan van Montoya Transair. Het is een soort spervuur en af en toe een kleine pauze. Dit is de tweede salvo van Montoya Transair. En inmiddels is hij er half voorbij, maar net niet helemaal. Mozart Boko aan de binnenkant komt weer terug. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Blijft een halslengte verschil in het voordeel van Montoya Transair aan de buitenkant. Maar de bocht komt eraan en dat is in het voordeel van Mozart Boko. Derde plek vlak daarachter ligt er heel mooi in. Moneymaker BR. Halverwege de Tjarnabocht. 2-2 galop. Agneta Black toch nog in de fout gegaan. Halverwege de laatste bocht wilde ik zeggen, maar we zijn de bocht al bijna weer uit. Liggen ze nog altijd bijna naast elkaar. Mozart Boko aan de binnenkant, Montoya Transair aan de buitenzijde. Krebas moet hem steeds een beetje vasthouden, maar als je wil winnen moet je ook een risicootje durven nemen. En Krebas durft dat nu wel. Het is Mozart Boko aan de buitenkant, Montoya Transair. We gaan naast elkaar, precies naast elkaar. Aan de buitenkant is het Montoya Transair, die gaat er op de finish. Nou, net overeen denk ik, met een neusje. Montoya Transair, Mozart Boko, het scheelt een neusje. Derde is Moneymaker BR. Foto zien we gelijk, het scheelt heel, heel weinig. Montoya Transair is een driejarige donkerbruine ruin van Quickwood uit Broadway Transair. Gefokt door de familieredder en eigendom van stal PD, trainer Bas Krebas. En hij is ook de rijder. En in zijn 12e start is het raak voor Montoya Transair. Het is zijn eerste overwinning uit een veelbelovende carrière. Bas krijgt de felicitaties en de bloemen. Bas, je loogde niet tegen de wedders, maar je maakte het wel spannend. Ja, zeker. Maar die ander was goed. Die hield heel lang stand en die kwam weer terug op de finish. Dus dat was close en ik mocht hem dit jaar nog 3 keer aantikken, volgend jaar niet meer. En dat wordt al een moeilijke geval natuurlijk. Nee, super. Hij trainde zo goed vorige week. Ik denk, schrijf hem erin. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik zei van de week, ik heb zelden een 3 jaar gehad die zo goed trainde als afgelopen week. Dus nu blijkt het ook weer. En hij taalde ook niet naar een fout vandaag? Nee, super trouw vandaag. Voor het eerst had ik nooit een moment dacht ik, hij ploft eruit. Nooit. Nee, heel tevreden. Wat wordt het vervolg, zo de winter een beetje doorkoersen en leren? Ja, ik denk volgende week weer om de koersen te redden. Ik heb 13 ingeschreven, dus we moeten maar kijken. Bij Krebas zijn geen tekort aan koerspaarden? Nou, een deel moet ze ook op rust, maar deze keer wel weer. Maar een paar die vandaag lopen, die lopen misschien volgende week nog. En dan ze moeten een keer rusten natuurlijk. Super Bas, geniet er zo'n overwinning. Ja, dat doe ik zeker. Tweede achter Montoya Transair werd paard nummer 1 Mozart Boko. Derde werd paard nummer 6 Moneymaker BR. Vierde de 3 Martina Transair en vijfde de 4 Mercury Meadow. 8-1-6-3-4 is officieel in de 7e koers de loyaliteitstrophy. En het is tegelijkertijd de laatste koers van een zeer geslaagde cashmeeting hier op Victoria Park. Met een vol restaurant en ook de weersomstandigheden die deerden niet voor een mooie dag, een mooie meeting en een mooie avond. Daar is de laatste ronde van Montoya Transair en Bas Krebas. Nu ook. En
toch even net weer niet en nu weer wel. Start is gevallen en dat gaat met galopsprongen van Idefix Duhamel. En het is Mozart Boko die de leiding neemt. Uitgeschakeld, nummer 7 galop. Mozart Boko neemt de leiding, gaat als eerste de bocht in. Daarachter Frans van der Blonk in de schavenmaker kleuren. Die wilde daar graag inpakkeuren met Mixi Lalia. En dat is niet gelukt. Het paard uitgeschakeld, nummer 5 galop. Mercury Meadow maakt een galoppaard in tweede positie. En dat gaatje aan de binnenkant wordt onmiddellijk opgevuld door Agnieta Black. Zo gaan we de rechte lijn overzijde door. En inmiddels draaft Mercury Meadow weer door en gaat hij door naar voren. Gaat de kop zelfs overnemen van Mozart Boko. Mercury Meadow nu op kop. Tom Kooijman zegt tegen Jimmy Snijder, je mag de kop ook wel weer terug hebben als je dat graag wil. En Jimmy Snijder reageert daar onmiddellijk op. Gaat naar het tweede spoor en gaat daar net voor de opkomende Montoya Trans Air uit en neemt de leiding weer terug. Zo schuift het veldje in elkaar. En is het aan de buitenkant Mozart Boko die wat moeite heeft om voorbij te komen aan Mercury Meadow. Daarachter ligt in de wachtkamer Montoya Trans Air in het tweede spoor. Daarachter aan de relingzijde Agnieta Black die tot nu toe foutloos is gebleven. Het project waar Robin Bakker zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd. Op dit moment gaat het nog allemaal goed. Buitenkant daarnaast ligt Moneymaker H. Met Thomas Bos, onze expert eerder vandaag. En zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. Daarachter ligt Martina Trans Air. Aan de start van het veld Idefix Duhamel. Zo gaan de paarden voor de tribune langs. Ze hebben straks nog één volledige ronde te gaan. En daar komt de druk aan de buitenkant van Montoya Trans Air. Montoya Trans Air duikt op naast Mozart Boko. Dat zijn de beide favorieten. Ze liggen naast elkaar. Daarachter in het tweede spoor volgt heel makkelijk Moneymaker BR. En daarachter aan de relingzijde Mercury Meadow. Ook aan de relingzijde ligt Agnieta Black. Daarnaast in het tweede spoor zelfs ietsje daarvoor Martina Trans Air. En daarachter op de laatste plaats Idefix Duhamel. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Komt de tweede aanval aan van Montoya Trans Air. Het is een soort spervuur en af en toe een kleine pauze. Dit is de tweede salvo van Montoya Trans Air. En inmiddels is hij er half voorbij, maar net niet helemaal. Mozart Boko aan de binnenkant komt weer terug. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Blijft een halslengte verschil in het voordeel van Montoya Trans Air aan de buitenkant. Maar de bocht komt eraan en dat is in het voordeel van Mozart Boko. Derde plek vlak daarachter ligt er heel mooi in. Moneymaker BR. Halverwege de Tjarnabocht. 2-2 galop. Agnieta Black toch nog in de fout gegaan. Halverwege de laatste bocht wilde ik zeggen, maar we zijn de bocht al bijna weer uit. Liggen ze nog altijd bijna naast elkaar. Mozart Boko aan de binnenkant, Montoya Trans Air aan de buitenzijde. Krebas moet hem steeds een beetje vasthouden, maar als je wil winnen moet je ook een risicootje durven nemen. En Krebas durft dat nu wel. Het is Mozart Boko aan de buitenkant, Montoya Trans Air. We gaan naast elkaar, precies naast elkaar. Aan de buitenkant is het Montoya Trans Air, die gaat er op de finish. Nou, net overeen denk ik, met een neusje. Montoya Trans Air, Mozart Boko. Het scheelt een neusje. Derde is Moneymaker BR. Foto zien we gelijk. Het scheelt heel, heel weinig. En daar hebben we er overeen met een neusje aan de buitenkant. Montoya Trans Air.